Yo, dan mensen, tof dat jullie kijken naar een gloednieuw video op mijn kanaal Games For Real. En in deze video gaan we zo meteen een Kill Confirmed potje doen. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even zeggen waarom we dit gaan doen. Zoals je hier links ziet, zie je dat ik rank 55 ben en nog zo'n stukje verwijderd ben van Prestige. Dus dan kunnen we Prestige 1 worden, dan kunnen we van die classic wapens van even kijken. Van deze wapens kunnen we dan eentje gaan kiezen. En ik ben van plan om deze MacTaf te kiezen. En volgens mij krijg je automatisch dan ook deze. Huh, ik heb hem al. Lol, what the fuck? Dit heb ik serieus niet door. Dit is echt de eerste keer dat ik het door heb. What the fuck? Nou, oké. Okay, we gaan met dit wapen spelen. Even een mooi cammetje opzetten. We doen deze wel. Met de OSA. Ik dacht dat... Hè? Maar ik ben nog niet prestige. Ik kan nog niet prestige gaan, toch? Nee, kijk. What the fuck? Oh, dus je krijgt dat wapen gewoon bij level 55. Oké, okay, we gaan dus met de OSA spelen. Hier heb je hem. En we gaan nog één potje doen. En dan gaan we in Prestige. En dan gaan we gewoon even kijken wat we allemaal krijgen. Dus ja, ik zeg tot zo meteen in een potje. Tot zo. Zo, we zitten in een potje op de map. Even spieken. De Retaliation. En het is al een playing game helaas. Maar ja, ik kwam in de playing game. Maar op zich is hij niet zo heel erg ver. En misschien... We kunnen het wel in deze game alsnog gewoon halen, weet je wel, prestige. Dat zou super tof zijn. Hier hebben we onze eerste kill alweer. En met dit wapen, wat ik ervan vind, de OSA, ik vind hem fucking ziek. Ten eerste, hij is fucking ziek. En hij is tering sterk. What the fuck, dit ding is echt chill. Dus ja, ik ben echt blij dat ik hem heb. Maar ik kan dus ook, als ik prestige inga, nog die MacTaf unlocken. Dat is best wel chill op zich. Dus heb ik gewoon twee... Oh, nice, dan heb ik twee classic weapons gewoon. Wow, yo, sick. Oh, wat? Oh, hij is een specialist. Trouwens, ik kan ook een challenge... ben ik ook ondertussen aan het doen met overdrive. Moet ik... als ik overdrive aanzet... Moet ik daar kills mee halen. Dus daar ben ik ook ondertussen een beetje mee bezig en zo. Dus ja, misschien kunnen we een paar kills daar weer mee halen. Dit poortje zou super tof zijn. Oké, okay, hier komen er veel aan teammates. Ik pak deze dokter. Hij loopt om. Niet zo slim van je maat. Zit er nog een hier? Teammate? Oké, okay, nice. Hier zit er een. Oh, teammate pak hem. Oké, okay, nice. Netjes. Dan ga ik hierheen. Even doktekkie. Ik pak gewoon ook de doktex natuurlijk op. Want dat is gewoon gratis XP. Waarom zou je niet pakken? Als ik erbij kan natuurlijk. Want soms kan je er gewoon niet. Oké, okay, nu heb ik mijn overdrive. Dus dan moet ik hem zo op een goed moment activeren. Zodat ik ook kills mee kan oppakken. Teammates. Komt er nog één. Nice. Maar dit wapengast. Hey, what the fuck? Hey, dit is een ACXD of zo. County UV. Ik heb trouwens de County UV, de scourges. En dat was het. Heb ik aan. En de UV trouwens. Dus die kunnen we ook lekker aangezet. Oké, okay, we gaan best lekker. 8 om 2, mooi. Oké, okay, als die doorloopt. Even kijken op de UV. Oké, okay, hij gaat terug. Okay, dat bedoel ik. Dan wacht ik hem hier op. Ik kom niet dan met team mee. Oh, oké, okay, er komen heel veel aan. Oké, okay, ik doe hem nu. Wat? Waar is iedereen? Hier stond net één gekke... Oh, hier is er één. What the fuck? Hier stond net één gekke menigte. Nou heb ik hem voor niks ingeroepen. Ach, shit. Ach, jammer. Nou, volgende keer... dat was iemand. Oké, okay, ik ga hier naar boven. Hier zit iemand. Loopt die? Oké, okay, nou, dan lopen we de scoortjes even in. Even zien hier, oh. Dat is wel mooi. Oh, Joost! Dat rekt. Oh, dat scheelt niks, gast. Hoppa. Oh, geen kill, helaas. Nou, oh, shit! Oké, okay, we gaan best lekker dit wapen. Ik vind dit echt een chill wapen, man. What the fuck? Maar hij is ook gewoon sterk. Volgens mij is... Ik weet niet zeker, hoor. Maar dat ding wat onder mijn wapen staat... Is dat een noobtube of zo? I don't know. Hier zit iemand. Zal ik hem pakken? Okay, wacht, zit eerst iemand daar. En dan pak ik deze. En dan... Huh? Die andere is een spook of zo. What the fuck? Maar kijk hoe snel dit wapen killt. Is toch niet gezond, jongen? Holy shit. Ik vind het wel leuk dat ik hem heb. Oh nee, kut. Het is spannend allemaal. Maar dit wapen is fucking sterk, jongens. Maar... Ik weet nou niet of er in beeld komt als ik prestige kan gaan. Want weet je, je gaat geen level omhoog. Oh, die is... What the fuck, killde hij me? Oh, met zijn specialist. Ja, die is fucking sterk. Is een gekke minigun of zo. Oké, okay, ik heb mijn specialist weer. Dus die wil ik zo even goed gebruiken voor die challenge natuurlijk. Oké, okay, zitten hier links. Komen ze dan beneden daar? Nee, daar. Ik roep hem in. Deze vent weet namelijk niet echt wat hij doet. Dus dat is gratis kills, weet je wel. Oké, okay, mooi. Daar hebben we weer één killtje erbij voor de challenge natuurlijk. Voor de calling card aan Mattie. Maar dit wapengast. Oh, er werd een... Hé, ik had een helmpje. Zag je dat? Oh, die zag er fucking vet uit. Zo'n
Zo'n doodshoofd, die... Die was echt sick, Dit... Ik blijf het zeggen, maar kijk dan, kijk! Hoeveel kills we hiermee droppen, gast. Shit, ze komen allemaal hier, denk ik. Snel naar deze auto toe, snel. In huis. Oh. Maar even serieus, dit wapen is... Dit is gewoon echt een chill wapen, gewoon klaar. Huh, ze spannen daar toch? Beam. Ah, oh, we zijn ze aan het rekken, jongen. Woo! Dit is nou waarom Call of Duty leuk is. Oh shit. Oké, hier spans. Ik doe een specialist. Rennen. Waar is die vent? Oh nee, die vent landde daar net. Kut. Die zit er één te campen. Die staat niet AFK, dat weet ik zeker. Oké, even zien. Scoortjes ruk ik weer in. County UV'tje. Nou moeten we toch wel level up zo gaan. Die scoortjes, dat is een beetje kut, man. Want je, het is een beetje een binnenmap, zeg maar, dit. Dus zoveel kills krijg je niet, maar... Hoe deze... Dit wapen... Even, we hebben al gewonnen, joh. Chill. Even deze fan nog. Holy shit, 28-5. Dat zijn echt weinig deaths. We gingen echt lekker streakje, jongen. Dat is echt nice. Hier, kijk dan. Oh, ik hou van dit wapen, jongens. Holy shit. Damn. Oké, ik wil even zien of wij level up zijn. Of level up precies kunnen. We staan daar links. Even een mooi bewegingetje doen. Wat kunnen we doen? Nummer 1, bitch. Holy shit. Oh my god. Ik ben echt benieuwd of we kunnen prestige, gast. Oké, dan gaan we naar public match. En dan gaan we naar barracks. Oké, hier kunnen we prestige gaan. Moet ik hier? Oké. Enter prestige. In. Oké, wat moeten we... Oh, je moet eerst die tekst lezen. Oké, nice. Nou, bla bla bla. Ik lees hem niet. Oké, dan gaan we prestige, jongens. Ik ben benieuwd, jongen. Enter prestige. En we zijn prestige nummer 1. Oké, we kunnen nu classic weapon unlock doen. En... Oh lol, je hebt die ook? Oh, dat wist ik niet eens. Ja, ik ga totaal niet... What the fuck? Op dat plaatje ziet hij... Oh, dat is de met die stok zo. Oké, nou. Ik ga voor de MacTav. Puur omdat ik die fucking bruut vind. MacTav. Bam. We hebben hem. Hé, hey, we kunnen nog een Purnum... Oh, hier ga ik sowieso scavenger doen, jongens. Want ik vind dat fucking chill. Ik kan niet zonder scavenger. Kijk, normally unlock at player level 37. Scavenger. Yes. En we hebben scavenger. Toch? Ja, we hebben scavenger, als goed. Even kijken. Dan hebben we ook allemaal cut classes. Dat ga ik allemaal veranderen straks. Maar hopelijk vonden jullie deze video leuk. We zijn natuurlijk prestige gegaan. Super tof. Ik heb trouwens nog één helmpje. Die wil ik nog wel zien. Helmpje. Oh, dit is fucking bruut. Ik heb een fucking nieuwe, jongen. Ik ken dit allemaal niet. Oh, lol. Ik heb best veel helmpjes gekregen. Holy shit. Ik wist echt niet. Ik vind deze twee heel veel. Ik ga voor deze. Nou, jongens. Oh, dit pakje. Ik heb dit niet eens gezien, hè, maar dit is sick. Oké, wat een mooie video, jongens. Ik vond het echt een mooie afsluiter. En ja, hopelijk vonden jullie deze video ook leuk. Vergeet dan niet zeker te belonen met een duimpje omhoog. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen. Peace.